Het zuiden van Suriname is een stad gemaakt met werkzaamheden om alle dorpen aldaar te voorzien van straatverlichting omwille van de veiligheid en woongenot. Bij diverse consultaties door het bureau Volkscontacten werd door de dorpen aangegeven dat zij uitkijken naar verlichting in hun omgeving. Door tussenkomst van een ondernemer zijn inmiddels materialen ter beschikking en zijn de stortingswerkzaamheden voor de palen van het netwerk reeds aangevangen in het eerste dorp Komalasemutu. Tevens wordt er ander noodzakelijk onderhoud gepleegd aan bijvoorbeeld de brug in het dorp.